Asterisk Asterisk Martijn Lakenmeijer en Delphina Chavez spelen niet alleen de hoofdrollen in de serie Maxima, maar zijn ook een koppel in het echte leven. Dat hebben ze onlangs bekendgemaakt. Maar volgens Yvonne Koldewijer, die een juiste kanaal heeft, was Martijn nog samen met zijn vriendin Sanne toen hij naar Argentinië ging om de serie op te nemen. Ze spraken toen nog over het krijgen van kinderen. Martijn en Sanne waren al tien jaar een stel. Ze hadden samen een huis gekocht en wilden een gezin starten. Maar toen kreeg Martijn de rol van Willem-Alexander in de serie Maxima, vertelt Yvonne Kolderweijer. Hij moest twee maanden in Argentinië zijn om te filmen. Dat is best lang om weg te zijn van je geliefde. Toen hij weer thuis kwam, maakte hij het volgens Kolderweijer uit met Sanne. Hij zei gewoon tegen zijn vriendin dat het niet meer ging. Sanne kon het niet geloven en had dit totaal niet verwacht. Ze hadden het eerder nog over baby's en over de toekomst en opeens was het voorbij. Martijn ontkent dat hij is vreemd gegaan met Delfina. Maar Koldeweijer denkt dat er meer aan de hand is. Het is volgens mij wel duidelijk dat er iets is gebeurd tijdens de opnames in het buitenland en dat hij verliefd is geworden op deze Argentijnse beroemde actrice. En Sanne kan het vergeten. Sanne heeft het er erg moeilijk mee, zegt Yvonne. Dit speelt al sinds september, maar ze is er, volgens de spion, nog steeds niet overheen. Ook omdat ze dezelfde vrienden hebben en ze dit nu allemaal in de media moet zien. Hij heeft natuurlijk meteen alle foto's met Sanne gewist. Bang dat dit een verhaal zou worden in de media.